Dat kan ik me nog wel van vertellen. Dan is het water gekomen 40 meter oorlog. 40 jaar oorlog. En 44 kwam het water. De 9e oktober. Dat was op een zaterdag. En er is een dikdeur geworden. Pritten. Escapelle, dat was de deur gehoord. Dat was er voordien gebeurd. 3 oktober. Ja. En dan mochten we weg. En dan ben ik niet weggegaan. Het water kwam er boven me heen. Het water kwam tot in de straat. En zondag dan kwam dat toe binnen. En dan hebben we er nog plankjes voor gezet. Bij de voordeur. Maar ja, dat hield het water niet tegen vanzelf. En ik kwam naar gemeentes toe. Dat was voor die naar bekend gemaakt van de luchtbescherming of flessen. Ja. Ik hoorde het water dan weer zuiveren. Als hier dan nog een met dat het water zout was. Maar toen ben ik weggegaan. De 11 oktober. De 10 oktober. S'maandags naar Ceruskerke. Naar mijn schoonvader. En die zou het water niet komen. Want daar waren ze noorddiekjes aan het leggen. Maar ja, die noorddiekjes hadden ze ook niks. Net toen naar ze veren deur gegooid. En toen kwam woensdags. Kwam het water erop. En dan ben ik donderdags weggegaan op de Noordweg die mijn schoonvader met me en anderen gegaan. Ook een bekende mee, een vriend van ons, zou ik maar zeggen. Dat was in de schoolstraat op Ceruskerke. En die kwam het water helemaal niet, want dat lag veel over. En dan hebben we die nacht MV regen en wind gehad. Het zijn nou een storm. En dan was springen, zoals ze dat noemen, springvloed. En dan was, ochtends was het ook al water. En dan ben ik die weggegaan. En dan ik bij mijn man op zijn rug. En mijn had nog een onderduiker ook. Die is toen ook meegegaan, want dat was toen in de oorlogstijd. Dus dan waren mijn man, mijn zoon, mijn schoondochter. En mijn één kind had die toen. En dan mijn schoonvader en ik. Dus we waren met z'n zessen. Dus dan die man en die had ons op zijn rug zo gedrogen. Op Ceruskerke, uit die schoolstraat naar het dorp toe. En dan ben ik daar geweest. Ja, dan kwam er de ene mocht niet in de andere. Dus in je vrouwenkamer gebruiken net. Als dat ze het hier heeft lissing als een bombardier was. En daar liggen we bij Muislaar geweest. Dat was aan de registrein. Daar ben ik geweest van 19 oktober. Ben ik daar geweest tot... december. Tot 16 december. En de 16 december mocht men evacueren. Ja, evacueren van Ceruskerke, omdat we zelf geen inwoners waren van Ceruskerke. Nou, en dan vaarden ze met de boot en vaarden ze dan af. En er waren al die... toen was Ceruskerke al overgegeven. 8 november is dat overgegeven. En toen is de boot ingeschakeld. Dan kwam van Ceruskerke, maar je mag een bewijs hebben. Zo naar Middelburg varen. En dan hadden ze... Het hadden ze van die moffen, was het heel... Van die manden en van die palen. Hadden ze dan in de grond gezet. Ja, voor wat weet ik zeker. Voor de weg of zoiets. Ja.